Discusseer is het interne mailing- en chatsysteem van de database. Alle ontvangen mailtjes komen binnen in postvak in. Belangrijke mail kun je onder start, voorzien van een sterretje. Dan kun je ze altijd terugvinden. Oude mail blijft bewaard en staat in history. Hier staat het op datum gesorteerd. Je kunt filters aanbrengen waardoor je op namen, personen of groepen kunt filteren. Dit filter kun je opslaan en later terugvinden in favorieten. Hier kun je dit terugvinden. In channels kunnen discussiegroepen aangemaakt worden. Hiermee kun je met een kleine groep binnen het systeem praten. Dit maak je door middel van dit plusje. Ik heb dit kanaal gemaakt, Discussieertest. Met behulp van dit wieltje kun je het wijzigen. Je kunt hier aangeven wie er in de groep zit. Iedereen die in de database opgeslagen is, kun je hier toevoegen. Deze blijven dan binnen deze bepaalde groep staan. Die komen allemaal hier te staan. Dan heb je nog de direct messages. Met dit plusje kun je degenen die in de database zitten toevoegen. Bijvoorbeeld Anneke Reitsma. Als ik de naam aanklik, dan kan ik hier onderin direct een berichtje sturen. Wanneer zij in de database komt, zal zij dit te zien krijgen. Niemand anders, alleen zij. Je kunt ook meerdere personen aanklikken. Dan gaat het berichtje dat je schrijft naar al die personen toe. En zo gebruik je Discusseer.